Challenger 765C van Gebroeders van Dijk. Is iets heel anders dan een gewone tractor. Is er één op rups. Met een mooie Vennerstad. Top-down. Werkbreedte van 5 meter. Met chauffeur Kees. Kees, wat is de werkdiepte nu van deze machine? We werken nu tussen de 41 en 43 centimeter diep. Dat is eigenlijk gewoon, ja, dat is ruim ploegdiepte. Dus een stuk diepgasploeg. Dat is eigenlijk om de ploegzool ook door te breken. Dus eerst een paar snijschijven. Een paar cultivatortanden. Deze gaan op z'n allerdiepst. En vervolgens wordt het weer enigszins aangedrukt. Hij is ook gloedje nieuw, denk ik, Kees. Ja, vorig jaar hebben we er al een beetje heen met dezezelfde machine. Ja? We hebben een proef gehad en ze hebben van de winter hebben ze hem gekocht. Of tussen vorig jaar in de loop van het jaar. Caterpillar Challengers. Kijkje in de cabine nemen. Thank you.
merk dat ken je met een gewone trekker toch niet, hè? Nee. Ja, maar... Zo scherp draaien. Je opdoen en je spreekt nog wel uit, dus. Ja. Schokkerig, hè? Ja, maar dat is puur de weg hier. De puur door de weg. Ja. Anders merk, de, maar, merk je het anders niet? Nee, helemaal niks. Hier is die weg nog slecht en dan allemaal van die knikjes. Ja. Dan reageert hij wel. Nou, dan begint hij echt te deinen, hè? Op die, die hobbels. Ja. Even dat hij eraan moet werken, hè? Ja. Je hebt je handen helemaal, ja, je kunt je handen nog helemaal van het stuur afhouden. Ja. Nou, jongeren, maar sleuren. Ja, je moet flink werken. Hoeveel? 60 liter. 60 liter diesel per uur. Per uur, maar gemiddeld 3,5 hectare per uur. Dus dan zit er nog maar iets van 20 liter per hectare. 3 hectare in een uur. Ja, ja, bij mooie blokken. Dan zit jij om 20 liter per hectare op de akker, maar nou, de straat en zo erbij tellen zit dan 25, 26 liter per hectare gemiddeld over alles, hè? Ja, kom je een beetje overheen als met ploegen, hè? Ja, qua brandstofverbruik dan. En, maar nou ligt het dan in één keer nu ook saai klaar. Ja. Hoeveel pk is deze? Dacht je van 360. 360, ja, het suggereert eigenlijk ook een beetje die, ja, het getal. Ja, volgens mij verteld. Hoe lang heeft vanuit deze trekker? Ja, nou anderhalf, twee maanden denk ik dat we dan. Maar hij is er eigenlijk pas dus. Ja. Thank you.
wat afwijkende vorm van dat stuur. Hè? Je houdt hem meestal altijd hier. Ja, dat is eigenlijk voor jou handpalm op te leggen. Hè? En dan kun je hem zo en dan kun je een beetje trekken of duwen. Ja, ja. Ja, je hoeft eigenlijk ook maar weinig te draaien. Hij strijkt hem een beetje naar beneden. Dus inderdaad, je hoeft hem maar een klein tikkie te geven. Een omgekeerd gaspedaal. Ja, kijk, een hoge versnelling met weinig gas. Ja. Kijk, los wat, dan krijg je vol gas. Ja. En ja, ook maar één rempedaal natuurlijk. Maar op de weg dan, ja, dan moet je toch wel even omdenken dan. Dan met een handgas. Met zo'n, oh ja. Hij kan wel verrekte scherp draaien ook, hè? Ja. Het schijnt er zelfs dat je ze zo'n beetje om hun eigen as kan laten draaien, hè? Dat zou kunnen, ja. Als je dat wel eens leest, zo. Maar ja, als je hem om zijn eigen as laat draaien, dan heb je een hele hoop mols op je land, hè? Ja, dat trekt hij wel vlak. Ja, kijk, je ziet nou het groene wat er gedaan is. Ja, je moet hem nog zelf aanzetten met deze. Sommige machines doe je dat automatisch, maar met deze moet je zelf inkleuren. Zit er.
niet even. Ja, dus net rijden altijd het zit op, hè? Dus net, je rijdt altijd op de koppakker. Ja, dan zit het een stuk vaster, hè?